Dankjewel, Richard. Ik wil ook beginnen met gebed. Heer Jezus, dank u voor uw naam zo heilig. Dank u voor uw grote kracht. Dank u voor wie u bent. Heer, wat heerlijke liederen hebben we gezongen. Wat liederen van die u verhogen en die uitzien naar de dag dat u gaat komen, Heer. Heer, ik verheug mij erop. Heer, wat zullen we oversteld zijn? Wat zullen we verbaasd zijn? Wat zullen we... Ik denk dat we niet zo kunnen vatten en ons zal afvragen waarom wij zo vaak in ongeloof waren. Waarom we zo vaak hebben getwijfeld. Waarom we zo vaak klein hebben gedacht over u. En heren, wij weten dat niet zien van uw heerlijkheid is een werk van de boze. Wij weten dat uw woord, dat hebben we op de eerste avond ook gezien, zegt dat de God deze eeuw, de duivel heeft de ongelovigens gedachten en verstand met blindheid geslagen, opdat zij niet zien de heerlijkheid van God die in Christus Jezus is. Heren, ik bid u, wil u deze avond en deze avond gebruiken om de werk van de duivel te vernietigen. Wil u ze gebruiken, heren, om ons ogen te openen. Wil u tot ons hart te spreken. Wil u ons hart in vlam zetten voor wat u wil. Uw plannen voor ons. Voor ieder van ons, heren. Ik bid u dat. In Jezus' naam. Amen. Ja, dit is alweer het laatste avond. En nou begrijp ik dat er vanavond een eind van over 4 dagen nog is hier. Hè? De mensen zijn actief. En natuurlijk, ja, de examenuitslagen zijn uitgekomen, maar dan, zo komt alles tot een eind. Ineens sta je aan het eind van je schoolloopbaan, ineens, hè? En ineens sta je aan het eind van je opleiding, of je universiteitsdiploma, of wat je ook al hebt gedaan. En ineens sta je aan het eind van je leven als single, hè, en ben je getrouwd. En ineens dan sta je aan het eind van je leven met z'n tweeën en je hebt kinderen erbij die wakker schreeuwen en die de hele tijd iets van je willen. En ineens is de kleine grut weg en zitten ze allemaal op school. En ineens krijg je laatste kind. Heeft zijn examenuitslag vandaag. En dan denk je, oh, wat gebeurt er nou in mijn leven? En dan kom je aan de achtermiddag of het avond van je leven. En ineens sta je eens je leven aan het eind. Ik vind dat, ik weet niet of je die lied kent van Matt Ridman. Die hij zingt van On That Day When My Strength Is Fading. Vind ik zo'n prachtig lied. Ik heb die vanmiddag tijdens de voorbereiding heb ik nog naar geluisterd. En iedere keer als ik dat hoor, dan zeg ik, oh Heer, mag het zo zijn. Mag het zo zijn dat weer als mijn kracht weggaat, als mijn kracht er niet meer is, dat ik u zal aanbidden. Ik heb altijd die beeld van Jacob, dat de Bijbel zegt, Hij heeft zoveel moeite in zijn leven gehad, Jacob. Hij heeft heel veel door zijn eigen toedoen. Maar aan het einde van zijn leven, toen het goed kwam, gekomen is met Jozef. En hij al zijn zonen heeft gezegend. En God echt een geweldige werk in zijn hart heeft gedaan. Dan staat er dat hij zat op het punt van zijn bed. En hij stierf terwijl hij God aanbad. Volle aanbidding. Weet je, nu zien wij ten dele en dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Wat een moment. Mensen, wat een moment. Wat een moment van realiteit zal dat zijn. Wat een moment waar we dan zullen zien van al die kleine dingen waar we ons om zorg hebben gemaakt. Alle dingen waar we altijd dachten van hoe ga je dit, hoe moet dat. Dan is het voorbij. Dan is het zover. Dan is het zover. Ja, en daarom is het zo belangrijk voor ons om de tijd uit te kopen. Zegt Efeze 5 vers 15. Want de dagen zijn boos. De duivel gaat rond als een briesend leeuw. Hè, ziende wie hij verslinden kan. En dan is, weet je, de vraag is, soms denken we te vaak, nou het komt nog wel goed. De mens hoopt zo vaak dat hij in die goede werken die hij nog wil doen. Niet wat hij al gedaan heeft. Maar voor je weet, is je kracht voorbij. Voor je weet, is de tijd voorbij. Dus ik wil jou zo bemoedigen. Laat het jou niet belangrijk zijn. Laat het ons niet belangrijk zijn wat anderen van ons denken. Maar laten we nu leven, ons leven iedere dag oordelen, alsof dit vandaag ons laatste dag is. En je vandaag, dat, niet, wat je voelt moet doen, doe het.
Neem die beslissingen. Wees duidelijk wat je wil. Ga uitzoeken. Doe afstand van, want je weet wat voor je leven negatief is en je hindert in je navolging van de Heer. De Bijbel zegt, als je oogje laat zondigen, pluk je ogen uit. Het is beter om met één oog de hemel te gaan als met twee naar de hel. Ja, of je oor, of je arm, of je been, bij wijze van spreken. De Bijbel doet natuurlijk, dingen zijn je leven specifiek. Ga daar radicaal mee afrekenen. We hebben dat gezien de eerste avond. Als wij op morele gebied, in het gebied van lichamelijke en seksuele zonde, als je daarmee gaat spelen. Mensen, het doet zoveel mensen. Hoeveel mensen gebeurt. Ik heb vandaag nog weer gehoord van een gezin van christenen. In dit geval is de vrouw vreemd gegaan. Natuurlijk is altijd heeft beide partijen schuld. Altijd. Ik probeer het hier niet. Hè. Maar het vernietigt een familie. En de dingen gebeuren voor je het weten. Voor je het weten gebeurt het. Hoeveel mensen kennen wij in onze buurt waar de huwelijk uit elkaar zijn gevallen? Gisteren heb ik iemand nog weer gesproken. Een man, 54. Hij heeft al kleinkinderen en zo. Maar hij is gescheiden. En gewoon, ik was gewoon een small talk maken. Gewoon praten. Ben je getrouwd? Ze gescheiden. En ik hoorde pijn in zijn stem. Zoveel pijn, zoveel verdriet. Het leven gaat voorbij. Maar weet je, het maakt niet uit wat er gebeurd is al. Het maakt niet uit wat. We kunnen naar God komen. En God zegt, vandaag is de dag van redding. God zegt, vandaag is de dag dat hij in ons kan werken. Je kan nu bij hem komen. En hij pakt die brokken. En hij gaat nieuw bouwen. God wil niet dat wij in schuld en schuldgevoelens blijven. Maar dat we komen. Hij zegt, kom, ik maak alle dingen nieuw. Maar laten we ernst maken. Hij is gekomen om de werken van de boze te vernietigen. Ja, en dat sluit al deze drie hoofdgeesten. Of deze wat wij zo identificeren. Hè, die de duivel proberen om ons te laten vallen. En te verhinderen dat wij tot ons doel komen. Ja, soms denk je, oh, iemand is alleen onder de invloed van de duivel als die een alcoholist is en zijn vrouw slaat en bedriegen. Maar zo is het niet. Iemand kan helemaal onder de invloed en uitermate succesvol zijn in deze wereld. Denk de duivel, ik laat hem zijn gang gaan. Hij is hard op weg naar mij. Ja, laat hem maar gewoon doorgaan. Nou, en we hebben gezien die eerste geest, de geest van de Sibbe, valt de lust van de vlees, valt aan om ons te verlokken, om compromissen te gaan sluiten, dat wij tot lichamelijke of moralische, hoe zeg je het in het Nederlands? Morele. Tot morele zonden en compromissen komen. Dus een aanval op je lichamelijke noden en behoeften die je hebt. Of het nou door alcohol, of het door feesten, of het door drugs, of seks, of die dingen zijn, alles om je lichaam te maken. De tweede is een aanval op je ziel. Dat is de Babylonische geest. Gaat over je denken. Over je gevoel. En over je wil. Over waar ga je leven op richten? Op het zichtbare. En vertrouwen op jezelf. Op je eigen kunnen. He, dus zeg, laten wij ons stenen maken. En we gaan toren bouwen. En een geweldig iets wat nog nooit gezien is. Ja, maar helemaal op jezelf vertrouwen. Maar dat is wel een geest die ook een God nodig hebt. Hè? Die een godsdienst inlaat, maar een godsdienst naar de mens. Laten we een toren bouwen van de aarde naar de hemel. Niet op Gods termen, maar op ons termen. En ik verbaas me eigenlijk hoe vaak. Nou, ik wil niet overdrijven, maar het zal mij niet verbazen als 90 of 95% van christenen zo leven. Die gewoon zeggen, ja, natuurlijk hou ik van God. Natuurlijk hou ik van Jezus. Natuurlijk wil ik hem volgen. Maar ik doe gewoon mijn leven wat ik wil. Ja, natuurlijk wil ik zijn wil, maar ik ga er niet naar zoeken. Ik vertrouw erop. Weet je, ik heb al zo vaak gezegd, het verbaast me. En ik zit, mijn eigen hart komt ook daaruit gemaakt. Ook ik moest daarmee worstelen. Kijk, hoe ga ik ermee om? Maar ik doe, je gaat zoeken. Ik ga iets studeren, iets leuks. Dat wil ik worden. Maakt niet uit of het een leraar of bij de politie of een arts of weet ik veel wat. En dan. Nou, dan trouw je en dan ga je, dan krijg je begin misschien, je vrouw wordt zwanger, ga kinderen een huisje kopen. In Nederland, de laatste tijd iets gecompliceerder.
Hè? Maar dan, nou, dan ga je kijken waar. Oh, kijk, oh, dat is leuk, dicht bij een school. Daar is een goede school voor onze kinderen, weet je wel. Dan ga je daar wonen en dan ga je kijken, is er een gemeente in de buurt? Hè, waar wij God zal. En dan ga je kijken, je ziet al op welke nummer op het lijst het is. Hè? Zal je derde of vierde op het lijst. En dan gaan we zeggen, oké, Heere God, wil u mij nu hier zegenen? Weet je wat het erge eraan is? Het is niet van, oh wat ben je slecht. Het is, oh wat is dat jammer. Stel je voor dat God iets geweldigs groot voor je heeft. Ik ben zo blij, maar ik heb mijn boek af. Hè? Mijn getuige is uiteindelijk af. Ik heb vandaag nog van Arjan een ding gekregen. Hij was om aan vorm geven. Maar zijn titel is Een Buitengewoon Leven. En ik geloof met mijn hele hart dat God voor iedereen van ons een buitengewoon leven heeft. Een buitengewoon leven. Een leven werkelijk in een land van melk en honing. Een leven, en Jezus zegt, ik ben gekomen opdat gij leven hebt. Maar dat wel spaarzaam, op z'n Hollands. Nieuwe vertaling? Nee, kan niet, hè? Nee, een leven en dat in overvloed. Mensen, we hebben geen idee hoe groot onze God is. Maar is het niet apart? Hoe kan het dan? Hoe kan het dat christenen dan toch tevreden is met iets anders? Ja, ik ben wel gelovig. Ik ga naar zondag naar de kerk en hè, laat de dominee, de voorganger, de predikant of de priester of de pastoor, of oudste, hang af van welke gemeente je naartoe gaat. Ze hebben al gezorgd dat we zondag ons eten krijgen. En dan, wat gaat het ons toch goed? Weet je? En niet beseffen dat er veel meer is. Hoe kan het dat gemeente geworden is tot iets van waar, oh, maar alleen, heb je noden? Laten we kijken, kan we jou verzorgen, jou helpen en zo. Hè? En dan verkondig het woord. Laten we een mooie, leuke bijbelstudie doen. Oh, wat hebben we toch fijn. Laten we mooie liederen zingen. Wat hebben we toch fijn met elkaar. Hoe kan het zijn dat is en we ermee tevreden geworden zijn? Terwijl God zijn gemeente als instrument wil gebruiken om de hele wereld in te gaan. Dat God door ons dingen wil doen die mensen bereiken. Dat mensen tot bekering gaan komen. Dat wij voor mensen mogen bidden dat ze bevrijd worden. Dat ze genezen worden. Dat nieuwe dingen zijn. Dat we nieuwe landen tot aan de eind van de aarde. En dat God met ons is. En dat iedereen zijn plaats en zijn doel en zijn gaven mag ontdekken. Hoe kan het zijn dat wij tevreden zijn met minder dan dat? Weet je hoe het kan zijn? De geest van Babylon. Dat is wat met Israël gebeurd is. Ze waren in dat beloofd of weggevoerd naar Babylon. En ze wouden niet meer terug. Want ze hadden toch fijn. We hebben toch een synagoge hier. Ik heb onze baan. Het gaat goed met ons. Waarom zouden we terug naar het beloofde land? Waarom? Ik kan toch zo ook God geloven? Waarom? Maar als zij niet teruggegaan zijn, als er niet een deel van dat volk was die teruggegaan zijn om het beloofde land weer in bezit te nemen en daar weer te zorgen dat de tempel gebouwd wordt, de huis van God, dan kon de Messias niet komen. En dat zou betekenen dat miljoenen, der miljoenen van mensen verloren zou gegaan zijn. Niet gered konden worden. Alleen omdat zij het zo fijn hebben met een synagoogje en met een huisje, boompje, beestje en het gaat ons toch zo goed. Kan het zijn dat wij zoals christenen soms zo leven? En dat de gevaar bestaat dat miljoenen mensen verloren gaan omdat wij tevreden zijn met ons huisje, boompje, beestje, synagoge. Dat is wat de geest van Babylon doet en dat komt, dat is een plaats voor God. God zegen ons, maar de andere dingen worden belangrijker dan God. Wij zijn zo bezig om al die andere dingen te doen. En dan zeggen we, Heere, wil u uw koninkrijk aan ons leven toevoegen? Terwijl de Heere zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. En al de rest zal je toegevoegd worden. Maar wij geloven hem niet. Nee, heren. In ons sociale systeem, sorry heren, dat werkt niet. Dat was 4000 jaar geleden, 2000 jaar geleden, ja misschien maar. Niet in de jaar 1900 en 2000. U weet echt niet hoe ons cao's in elkaar zit, heren hoor. Maar wij zeggen, God is niet veranderd. God is niet veranderd.
En al die dingen die belangrijk worden. Kijk, als je het duidelijk voor elkaar kan krijgen. Het hoeft niet eens zulke zondige dingen te zijn. Het kan gewoon zijn mijn gewone sport, voetbal. Ik hou van voetbal. He, ik vind het ook leuk als Nederland leuk speelt. Maar het moment dat dat belangrijker wordt. Dat het een plaats in, dat het tijd gaat nemen van mij. Op een manier waar ik voor andere belangrijke dingen helemaal aan de kant ga schuiven. Dan wordt het tot een afgod. Kleding. Als normale dingen, auto's, huizen, bezit, enig iets kan een afgod worden. Een vereniging, noem maar op. Het heeft alles, alle dingen zijn op zich niets fout. Maar het kan een afgod worden de moment dat het mij belangrijk is. Mijn gezin. Ik kan zo leven, nou, mijn gezin alleen, dat ik, en dat het alleen daarom gaat en niet om Heer, maar wat wil u voor mijn gezin? En dat is wat die geest, die Babylonische geest bewerkt. Aan het eind van het boek Babel, voor de Openbaring, een van de laatste brieven die geschreven is ooit aan de gemeente, was de brieven van Johannes, 1 Johannes. En aan 1 Johannes 5, aan de heel laatste vers 21. Hij heeft heel veel vertellen, gaan we ook vanavond wat van lezen over de geest van de antichrist en zo meer. Maar aan het eind dan schrijft hij, kinderen, hoed u voor afgoderij. Hoed u daarvoor. Want het komt zo langzaam in. En dan is dit belangrijker dan God. Dan is dat belangrijker dan God. Het zijn uitdagingen die voor ons staan. Nou, de eerste was een aanval. Een aanval op je lichaam. Hè, van de duivel. De tweede een aanval op je ziel. En allebei... Zijn doel is ook wereldoverheersing. De duivel ook door alle. Je ziet bij Isabel had hij door Ahab ook de koning werd beïnvloed. Hè? En probeer zo door een zwak Ahab die niet opstond. En die niet zeggen, maar luister, we gaan geen compromissen sloten. Probeer die Israël en het hele volk te verleiden. De Babylonische geest was door Nebukadnezar, voordat hij tot geloof kwam, heel sterk arrogantie. En kijk toch naar mijn rijk, hè? Dat hij er gek van werd. Nee? Kijk naar mijn rijk, kijk wat ik bereikt heb. En hij werd 7 jaar, de complete tijd werd hij gek. Maar daar was het ook, wereldoverheersing zijn doel. Ja? En de laatste geest waar we vanavond naar wil kijken, is een geest waardoor de Satan zelf in deze positie van wereldheerschappij gebracht wil worden. Ja, de Satan persoonlijk zelf. En dat is namelijk de geest van de antichrist. Nou, ik wil beginnen in Matteüs 24, vers 4 en 5. En Jezus antwoordde en zeide tegen hen, pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. Nou, Isabel verleidde met haar vleeselijke compromissen, het volk en met zonde als doel. De Babylonische geest liet ons toe om God op een oppervlakkige manier te aanbidden en te volgen. Maar dat je, als je maar op jezelf gaat vertrouwen en op jouw kracht. Maar deze geest heeft zijn achtergrond om te zeggen, ik ben de Christus. Anti betekent niet tegen, maar substituut. Dus dit probeert om de Christus te vervangen. Ja? Probeert om de Christus te vervangen. Nou, willen we even gaan kijken naar zijn werkwijze. En ik moet zeggen, ik ben erdoor gefascineerd als ik dit in de Bijbel lees. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. En vers 3. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Je ziet ook steeds weer. Hè? Dus het teken van de eindtijd is dat er heel veel misleiding zal zijn. Dus wij moeten leren, hoe beproef ik? Hoe beproef ik? Hoe kan ik onderscheiden wat is van God en wat is van de tegenpartij? Ja, en dat is niet altijd zo makkelijk. Want Jezus waarschuwde ervoor. Wees op Joden. Velen zullen komen. Hier zegt Paulus het ook. Laat u door niemand op enige wijze misleiden. Want die dag komt
niet in zij de afval gekomen is. En de mens der, van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven... 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4, sorry. Had ik het niet goed gezegd? Toch wel. Oké. Ja. Vers 4. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God dat hij zich als God in de tempel gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Waar gaat hij zitten? In de tempel. Waar is de tempel? Waar is de tempel Gods? Waar? In Israël. Oké, uiteindelijk gaat het in Israël, gaat er een tempel gebouwd worden. Hè? En ik geloof dat ook, dat in de eindtijd, als die dingen in vervulling gaan, dat hij ook daar letterlijk als wereldheerser daar naartoe zou gaan en zeggen, ik heb Godheid bereikt, hè, door de New Age methode. Maar waar is nog, wat is nog de tempel, zegt de Bijbel? De mens. Wij zijn de gelovige mens. Gij zijt de tempel Gods. Ja, en ook zijn gemeente, hè, die bouwt als, gij wordt gebouwd in Efeze 3, als een tempel Gods. Dus waar God wil wonen onder ons, en ikzelf in mijn leven wil God in ons wonen, in onze hart. Ja? Dus je ziet hier dat de duivel, hier gaat het echt, hier gaat het om het centrum van de macht, zeg maar, in ons leven. Hier gaat het om de worst, zeggen ze in Duitsland. Jetzt geht's um Wursten, hè, om waar het echt om gaat, om zijn echtje. Of hoe zeg je dat in Nederland? Ja? Hier gaat het echt. Hier is geen, de duivel wil hier complete heerschappij over jou en mijn leven halen. Een aanval op onze hart. Nou, hoe doet hij dat? Op al die gebieden. Eerstens, in de wereld, in religieën, door valse leren. Dus de bron van al die valse leren. Of het nou hindoeïsme moslim, islam of Jehovah getuigen, al die valse leren hebben een bron uit de antichrist, hè, de leer van de antichrist. Maar ook bij christenen probeert hij binnen te komen. En ook dat hele idee van in de wereld van, kijk, iedereen is op zoek naar een geestelijkheid of iets. Mensen zoeken er altijd naar mensen, want in de mens weet iedere mens, er moet meer zijn. En dat komt omdat God de eeuwigheid in iedere mens een hart geschreven heeft. Ja, iedere mens weet er eens meer. Dus gaan ze zoeken. Dus de hele nieuwheidsgedachte is ook, je gaat de goddelijkheid zoek je in je. Ja, dus als het in je is, moet je het ontdekken. En hoe ontdek je de beginsel, hoe het ontdekt wordt, is door passiviteit. Dat is dus zeg maar door yoga, door nieuwheid of door transcendentale meditatie. Al die alternatieven. Je moet zo oppassen voor die alternatieve dingen. Altijd, jij wordt helemaal passief. Ademhalen. En je moet je verstand leeg maken. Nou, de Bijbel zegt, wat de Bijbelse mediteren is. Bedenk dat wat boven is. Bedenk wat schoon is, wat heerlijk is. Dus de Heer wil niet dat wij onze verstand leeg maken. Dat iemand anders het gaat gebruiken. Dit is wat gebeurt ook. Je geeft jezelf over aan iets onbekend. Aan een geestelijke onbekende macht. Ja, en zo krijgt zo'n geest invloed op jou. Nou, dit is wat gebeurt met drugs. Dit is wat gebeurt. Ook zelfs al softdrugs. Je wordt helemaal, je verstand wordt bedwelmd en je wordt passief. En daardoor krijgt de duivel een open deur om jou te gaan beïnvloeden. Om jouw vermogen om beslissingen te nemen weg te nemen. En zo meer. En steeds meer dat jij niet kan besluiten, maar dat hij je steeds meer kan gaan sturen. Er zijn andere dingen. Ik noem het gewoon, ik wil er niet verder op ingaan, maar, want het is misschien een hete hangijzer. Maar weet je, bij homeopathie, homeopathische middelen. Weet je wat daar gebeurt? Dat zeggen, wordt geschud, hè? 100 keer 1 druppel uit, verdund. Nog weer 6 keer. Wetenschappelijk niks meer van. Maar wat zegt de homeopathische leer? Jij vertrouwt op de geesteskracht van de plant. Oh ja. De duivel in een groene pakje.
Fytotherapie is iets anders. Want dat gaat echt kijken, wat zit in de plant? Wat heeft God in de plant gezet? En dat zijn soms goede mineralen of dingen in de plant. Dat is iets anders. Dat weet je, kun je ook nawijzen. Maar homeopathie, mensen kijken vooruit. De man die dat opgericht, dokter Vogelen, die waren bekende atheïsten en vele van Satan aanbidders. Dit is zo'n... maar goed, dit zijn van die valse leren. Oosterse meditaties, je zoekt God in jezelf. En wat gebeurt nou ook in onze maatschappij door deze dingen? Matthäus 24 en vers 12. Matthäus 24 en vers 12. Daar staat, dit is een uitwerking van de geest. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Het is mij opgevallen dat de Nederlandse, in aanhalingstekens, tolerante maatschappij, is de afgelopen 20 tot 15 jaar ongelooflijk verkoud en verkild. Ja, en wereldwijd gebeurde tot meerdere en mindere mate. Maar hij zegt dus dat een wetteloosheid neemt toe. En deze geest van de antichrist is dus, hij wil God vervangen. Nou, alle autoriteit is van God. Dus hij wil niet dat mensen zich aan goddelijke autoriteit openbaren. Hij wil zichzelf op de troon zetten. Dat is de hart van wat de duivel deed. Ik zal boven de hoogte der wolken opstijgen. Mij op de troon Gods en aan de allerhoogste gelijk stellen. Dat is rebellie. Dat is wat hij doet. Dat is wat de duivel doet. Hij wil de plaats nemen van God. En hij wil dat hij aanbeden wordt. En wat dan gebeurt is goddelijke autoriteit wordt veracht. En wetteloosheid neemt toe. Dus op alle gebieden, dus daarom moeten wij niet verbaasd zijn als dat juist alle goddelijke gegeven structuren worden aangevallen en kapot gemaakt. De gezin met de ouders, goddelijke autoriteit. Ik meen, hoe vaak hebben we al gezien dat je lijkt of we leven in de tijd van gehoorzame ouders. In plaats van gehoorzame kinderen. Er zit een verschil in. Weet je, iemand zegt aan zich, ach, houd ermee op. Weet je, nee. Ah, wil je ermee ophouden alsjeblieft? Ach, nou moet je echt ermee ophouden hoor. Ach, die kinderen die luisteren toch nooit. We hadden net een opvoedingscursus bij ons in de gemeente gehad. Van een, het was mijn eerste mentor. Hij is evangelist en prediker. Hij is ook een sportpsycholoog. En hij over opvoeding heeft gepreekt. Toen zei hij, ze hebben kinderen geleerd. Ik spreek één keer. En als je niet luistert, is onmiddellijk consequenties. Dus je kind gezegd, zeg maar, wil je dat alsjeblieft even gaan doen? Ja? Je kind doet het niet. Net voor eten, zo, oké. Geen eten vanavond. Naar je kamer. Wil je me laten verhongeren? Ja, ga naar je kamer. Klaar. We hebben gepraat, je hebt niet geluisterd. Dan zeg je, oh wat wreed. Wil je wedden dat dat kind morgenavond het gelijk doet? Ja. Want er was consequenties. Maar wij zijn niet consequent. Wij oefenen niet goddelijke autoriteit uit. Wij laten die kinderen lopen. We geven geen grenzen. En dat kinderen schreeuwen om grenzen. En de wetteloosheid in alle opzichten neemt toe. Man-vrouw verhoudingen. Nou goed, ik geloof absoluut dat is een misbruik die mannen hebben gemaakt over vrouwen. En de Godse ogen zijn man en vrouw gelijkwaardig. Maar zijn verschillende rollen. Het zijn absoluut verschillende rollen. Er is heel veel die mijn vrouw beter kan doen dan ik. Heel veel. Ik zeg dat zonder schroom en zonder schaamte. Heel veel. Mijn vrouw is heel erg begaafd. Heel veel dingen. Maar dit ontneemt mij niet van de verantwoording om te zeggen, maar ik moet Gods wil zoeken voor ons als gezin. Ik moet in staat zijn om een priester in ons huis te kan zijn. Het ontneemt mij die verantwoording. En zij helpt mij in die taak. En dan gaan we samen als één naar de kinderen. En dat geeft de kinderen rust en vrede en veiligheid. En daarbinnen kan ze ontwikkelen. Maar goed, dan zie je ook aanvallen op gewoon de autoriteit van de regering. Je ziet hoeveel anarchie er in onze maatschappij is. Aanvallen tegen politie, tegen overheidsgezag. Aanvallen tegen geen respect voor de leraren op school. Geen respect voor de ouderen. Alles, de wetteloosheid neemt overal toe waar je kijkt. In gemeenten. Oudsten. God stelt oudsten aan om een gemeente voor te gaan, om de voorbeeld te geven. En om van daaruit te hoeden.
wij leven lang van, wij vinden iedereen, zijn mening is net zo belangrijk als de andere. In welke situatie dan ook. En als in Nederland is dat heel sterk. Je hebt niet in Nederland voor niets meer dan 25 verschillende gereformeerde kerken. Het klinkt wel op de tijd van Richteren. Waar iedereen deed wat recht is in zijn eigen ogen. Maar dat is de geest van de antichrist. Want dan is het, kan goddelijke autoriteit kan niet uitgeoefend worden. Je kan niet leven. Want en goddelijke autoriteit is niet om te heersen over anderen. Maar is juist om te beschermen. Is om de weg vrij te maken. Om te bemoedigen. Om dat Gods wil geschiet. Want ik kan alleen autoriteit hebben als wij hebben een oudste team bij ons in de gemeente. Nou, wij hebben alleen autoriteit als we voor de gemeente gaan staan. En wij kunnen zeggen, jongen, mensen, wij geloven. Dit is wat God ons heeft duidelijk gemaakt. En hoe heeft God het ons dan duidelijk gemaakt? Maakt dit alleen aan ons duidelijk? Nee, het kan best zijn dat God één of twee van de broeders of zusters, iemand die had echt een bijbeltekst over iets kwam. Weet je, ik wil het aan jullie brengen. Ik geloof dat God dit of dat zegt. Kan het zijn dat we hiernaar moeten kijken? En dat wij dit horen, weet ik. Yes, yes, en het spreekt ons aan, want God heeft ons verantwoording gegeven. Begrijp je? Omdat wij dan in die autoriteit staan, kan we stappen doen. En wij kunnen, als de mensen binnenkomen, en zeggen, ik bedoel, er stond bij ons begin van het jaar iemand binnen. Ja, hij is een van die twee profeten, weet je wel, van Openbaring. Nou, ik heb dat wel eens eerder gehad. Kijk, ik vind niet erg als iemand dat over zichzelf vindt. Né? Maar ik heb wel eens gehad dat iemand kwam en zegt, ik denk dat jij de andere in bent. Ga niet met je mee. Weet je, dat is... Maar snap je, dus er stond hem binnen en ja, ik wil het woord hebben en ik wil tot de gemeente spreken. En dan zeggen we, nee, wow, zo doen we dat niet. Wij hebben verantwoording, kom maar even, je kan het ons geven. Wij willen over bidden. En wij willen ook wel, als wij het voelen, het is niet, dan gaan we het niet gewoon niet zeggen. Maar we zeggen aan iedere gemeente, als je het wil zien, kan je ons komen, dan kun je het zien. Maar wij gaan niet gewoon over de gemeente zeggen wat iedere... Snap je? Het is bescherming voor de gemeente. Het moet rust zijn. Gods autoriteit brengt vruchtbaarheid, brengt vrede, brengt rust. Mensen voelen zich veilig. Maar het geest van de antichrist wil dat alles gaan vernietigen. En deze geest is al heel lang bezig in de wereld, op al die vlakken. Waar hij ons wil proberen om voor jezelf te gaan leven. Het gaat dan net als de duivel. Het gaat alleen om ikke en de rest kan stikken. Alleen om mezelf. In de gemeente, alleen maar een consumptiemaatschappij. Wat kan deze kerk, wat kan deze gemeente mij geven? In plaats van, Heere, wat wil u dat ik doe in uw rijk? Wat wil u met mij? Ik wil dienen. Ik wil geven. En dan zal ik ontvangen. Maar dit is wat deze geest... Want het gaat alleen om ik op de troon. Dat is wat deze geest wil beïnvloeden. En nu weten we, als we rondom ons kijken. Weet je, 1 Johannes 2 vers 18. 1 Johannes 2 vers 18 staat daar. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist er aankomt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen. Waaruit wij weten dat het de laatste uur is. Nou, het is een geweldige aanval vandaag. Een geweldige. Weet je, ik noemde al van feminisme. Feminisme is iets wat ik denk. Ik denk dat de vrouwen in vele opzichten ongerechtig behandeld waren in de geschiedenis. Vaak omdat de mannen onzeker waren. Maar wat toen gebeurt, dan gebeurt met zo'n beweging waar dat wil rechtstellen, of misschien op een gerechtige manier. En als die geest erin komt, en ineens gaat het om iets anders. Het gaat om hele de ondermijning van gezag. En ineens kan mannen en vrouwen begrijpen elkaar niet meer. Want de rollen begrijpen niet meer. Hoe doe ik dit? En op alle gebieden, we kijken naar ons jeugd, we kijken naar de randalering. Dat is geen gezag, wordt niet herkend. Als de politie, de gezag van de politie niet meer erkend werd, dan moeten we goed weten, dan worden onze steden, onze dorpen, worden onveilig. Is dat wat we willen? Ik ken een land waar het zo is. Het land waar ik wegkom, Zuid-Afrika. Dan woont iedereen in de tronk en de criminelen lopen vrij buiten. Want iedereen heeft zijn huis achter tralies, want de politie, corrupt tot en met. Dus dat brengt de samenleving die niet is zoals God het wil. God zijn plan voor ons is onder zijn autoriteit, onder zijn gezag. En dan in zijn volmacht, iedereen van ons, voor de taak die God voor jou gedacht heeft. En dan gaan we ons aan elkaar
elkaar onderwerpen in de vrees des Heren. Dan ga ik kijken, wat is de gave die God jou geeft? En hoe kun je... En ik ga daar ruimte voor maken. Ik ga toelaten, iedereen aan elkaar. Opdat het hele lichaam gaat functioneren. Iedere gelid op zijn wijze op de plaats heeft. En iemand die een hand is, gaat niet proberen een oog te zijn. En dat heeft alles te maken met het erkennen van Gods autoriteit in je leven. Jezus ontmoette de man van Capernaum. Hè? Die aan hem zei. Ik ben niet waardig dat u in mijn huis komt, maar spreek u slechts een woord. Jullie kennen het verhaal. Wat zei Jezus over deze man? Hij zei, in geheel Israël heb ik zo'n geloof niet gevonden. Waarom? Wat had die man? Wat had hij? Wat had hij dat Jezus in geheel Israël zo'n geloof niet had gevonden? Die man zei aan hem, hij zegt, spreek u slechts een woord. Want ook ik heb gezag over mij. Dus ik heb geen probleem mij te onderwerpen in de rol waar ik ben. Hij zegt, en ik heb gezag, ik heb mensen onder mij. De een zegt, ik ga en hij ga. Kom en hij kom. Deze man begreep hoe de geestelijke wereld in elkaar zat. Hij begreep dat wij alleen gezag hebben indien wij aan Gods gezag onderworpen zijn. En de duivel wil alles doen dat we dat niet, maar op het beginsel van rebellie... En dat hij zijn rijk en zijn invloed zo kan volgen. Maar daardoor verliezen we alle kracht en alles wat we hebben. Maar nou staat er, en als je de wereld om je heen kijkt. Als je daar kijkt intussen hoe ver dit al gevorderd is. De wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen verkilt. Nee? Nou, lees ik even 1 Johannes 4 vanaf vers 1. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest dat beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Elke geest die dat niet beleidt dat Jezus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dit is de geest van de antichrist. Want u hebt gehoord dat hij komt en nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Nou, ik vind het geweldig dat God wil ons moed maken. Maakt niet uit wat de toestand is in onze wereld. Maakt niet uit wat de toestand is in Vriezenveen. Of in onze... God zegt, hij die in jou is, is groter als al de macht van de boze rondom je. Hij wil dat we ons oog op hem houden en weet, er is een weg dat zijn koninkrijk kan komen. Want dat is wat het betekent. Zijn koninkrijk heeft te maken met zijn gezag. Zijn invloed. En daar bidden we al. Hoe lang? U wil geschieden. Uw koninkrijk komen. Gelijk in hemel, zo ook op aarde. Bidden we al als kerk al 2000 jaar. Nou, daarom heb ik moed. Heb ik moed voor de toestand van vandaag. In Nederland, in Europa. Ik heb moed en ik heb geloof dat God... een geweldige werk gaat doen. Ja, de boosheid zal toenemen. Ja, de onkruid zal groeien. Maar tezelfde tijd zal de oost groeien. Opdat duidelijk wordt wat van de Heer is. En omdat ik weet, groter is Hij die in ons is dan Hij die in de wereld is. Ik heb er hoop voor. Ik heb er moed voor. Daarom wil ik God zoeken. Wil ik zeggen, Heer, wat moeten we doen? Maar ik weet, ik kan het alleen doen als ik... aan hem onderworpen ben. Als ik onder zijn gezag en in zijn gezag mag staan. Dat kan ik alleen als ik zelf onder gezag ben. Daarom is de gemeente voor mij zo belangrijk. Gods gemeente. Daarom is de oudste team in de gemeente. Waar ik ook kom. Ik wil de oudste, ik wil gezag die God hem heeft gegeven erkennen. En het gaat er niet om of het Piet, Jan of Klaas is. Het gaat erom dat God doet. Daarom als wij met gezinnen werken, dan erkennen we de ouders. Wij gaan niet aan de kinderen dingen zeggen wat we niet door via de ouders doen. Want de ouders, God heeft hen aan hun toevertrouwd. En in iedere situatie, kijk je, wie heeft hier de verantwoording? Om te kijken, wat voor gebied heeft God aan iedereen gegeven? Maar nou, even over deze antichrist ook in de gemeente. Ga dus lief met mij weer naar 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2.
2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2 en vanaf vers 6. Dat hele hoofdstuk gaat dus over de antichrist. Hè? De antichrist als persoon en de geest van de antichrist. En dan staat hier, en u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want, vers 7, het geheimenis is van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen er is iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit uw midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Nou, ik geloof, wie hem weerhoudt, is het de lichaam van Christus. En daarom ook de verwijzing als mannelijk, als het lichaam van Christus, hè, die als soldaat vecht. Het lichaam van Christus natuurlijk verschillende rollen. Zijn lichaam, hij is mannelijk, maar ook als zijn bruid, dan zijn wij weer vrouwelijk, ja? Goed. En wij weerhouden, wij zijn als het zout der aarde. Wij werken de verrotting tegen. Ja? Oké. Okay. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door het geest van zijn mond en door hem te niet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens overeenkomstig de werking van de Satan is. Met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. Dus de duivel, ook hier gebruikt hij dus tekenen en wonderen, maar leugenachtige tekenen en wonderen. Dus dat het erop lijkt. Nou wil ik weer eens zeggen, wij moeten voorzichtig zijn dat wij niet gaan denken als wij bidden voor bevrijding of voor genezing. En als God iets doet, dan wonderen we gelijk weer, hij doet dat niet meer, dat is van de boze. Want er bestaat niet zoiets als een vervalste 15 euro biljet. Heb ik ook al gezegd, hè? Die bestaat niet. Waarom niet? Waarom niet? Omdat er geen echte is. Maar er bestaat wel vervalste 50 euro biljetten. Omdat er ook een echte is. Dus onze verlangen moet zijn naar wat echt is. Heren, wat is goed? Ik verlang ernaar. Stel je voor dat ik voor iemand mag bidden. Stel je dat voor? Dat ik zo mag groeien. Nou, ik denk, ik moet nog heel veel groeien in geloof. En ik denk, misschien om mij heen. Jezus kon in Nazareth geen wonderen doen omdat ze niet geloofden. Maar stel je voor, ik mag voor iemand bidden en dat God hem uit de dood opwekt. Stel je dat voor? Geloof je dat het mogelijk is? Of denk je, ga je mee met de religieuze onderricht op de school? Die zeggen, ach ja, daar was staat dat Jezus iemand uit de dood heeft opgewekt. Dat moet je zo niet zien. Dat moet je geestelijk interpreteren. Die waren gewoon doodgeestelijk en hij heeft hen wakker gemaakt. Of geloof je in de letterlijke wonderen die Jezus heeft gedaan? Dat hij blinde ogen heeft opengemaakt. Mijn zoon was 3 jaar geleden in Zuid-Afrika. En toen waren ze bij een gemeente. En daar bracht iemand een oudere man die zijn hele leven niet heeft gezien. Mijn zoon stond erbij terwijl God de ogen van die man opende. Dat is geweldig. Maar ik denk, wij moeten weer groeien. Ik wil het echte. Maar goed, de Bijbel zegt ook, kijk uit, er is ook valse. Ik hoef er niet bang voor te zijn, maar hij zegt, kijk uit. We hebben net gelezen, geliefden, geloof niet iedere geest. Maar beproef ze. Of ze Jezus erkennen, dat Jezus God is die mens geworden is. Zoals wij, onze zon op ons genomen. Hij is in het vlees gekomen. Hij op zich genomen, gestorven, opgestaan. Daar kan we het aan proeven. Of dat aan Jezus, of dat leren ook verkondigd wordt. Maar ook een leugenachtige wonder. Weet je, je kan soms ook een symptomatische iets hebben. Ik voel me een beetje beter en ik denk ik ben genezen, maar is het niet. Dat is een hele grote gevaar, vind ik soms bij charismatische broeders en zusters. En ik zelf verlang ook naar de gaven van de geest om daarin echt volledig te staan. Maar dat de aandacht kan heel erg gaan op een manifestatie. En oh, dat is geweldig. Dat is geweldig. Iemand die is gevallen. Of iemand die heeft gebeven. Of iemand moest lachen. Of weet ik veel. Maakt niet uit wat het is. Het kan allemaal. Maar dat kan ook uit de vlees. Of het kan ook dat iemand toch een of andere occulte achtergrond had. En nou, snap je? Dus ik stel niet belang hoe iemand valt. Of wat. Ik wil weten hoe ze opstaan. Ik wil weten wat is het uitwerking. Wat is het uitwerking van wat God daarna, hè, wat God daarna gaat doen. Wat is het uitwerking? Ja, dat is belangrijk. Dus als hij hier zegt,
hem wiens komst overeenkomstig werken, staat dus met allerlei krachten, tekenen en wonderen, met allerlei misleiding van ongerechtigheid in hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Daarom heeft God hen een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad aan de ongerechtigheid. Weet je, hier staat een geweldige bescherming tegen de boze in. Weet je wat dat is? Een liefde voor de waarheid. Hebben wij dat? Of vertellen we zo halve leugentjes? Weet je, nou ja, het klopt wel, maar niet helemaal. Heb ik een verlangen, heb ik een zeg, Heere, leer mij de waarheid. Laat mij zien, doorgrond mijn hart, o Heere. Kijk of er in mij een verkeerde weg is. En leid me op de weg van de eeuwige leven. Ik wil de waarheid weten. Weet je, maakt niet uit waar ik naartoe ga. Als ik naar een samenkomst ga, en ik ga graag, ik heb niet veel kans, want ik moet zelf veel spreken. Maar ik kom ook in allemaal verschillende kerken. En of op conferenties en alles. Ik heb altijd deze houding. Ik zeg, Heere, wat van u is, wil ik hebben. Maar wat niet van u is, wil ik niets mee te maken hebben. En ik wil, Heere, ik kies voor de waarheid. Ook de waarheid die ik misschien nog niet ken. Want ik wil niet zeggen alsof ik al reeds alles begrijp. Maar ik kies voor de waarheid, Heere. U bent de waarheid. U zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan vertrouw ik erop. Daar wil ik mijn hart aan toegeven. Want ik weet, mijn hart is bedrieglijk. Boven alles, mijn oude hart. Ik kan mijn eigen hart niet vertrouwen. Hij zal mij vertellen. Oh, kom maar op, je bent niet zo, het is wel oké hoor. Het is, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar ik wil radicaal. Ik wil tot de wortel van het probleem. Ik wil dat God mij doorgrondt. Dat ik in hem mag leven. En mensen, dit is ons enigste. Ik geloof is ons enigste bescherming tegen de leugen. Is dat we een liefde en duidelijke keuze voor de waarheid maken. Oké. Goed, weet, dat maakt niet uit wat de duivel doet en hoeveel hij missen. Maar groter is hij die in ons is dan hij die in de wereld is. Nou weet je, God laat dit niet allemaal zomaar gebeuren. Want je ziet natuurlijk door al die ongehoorzame kinderen, door al die huwelijken die kapot gaan, door al de wetsverachting, door gebeuren verschrikkelijke dingen in de wereld. Maar je ziet, een van de beloften dat God doet in de eindtijd, is in Malachi 4, de laatste hoofdstuk in de Oude Testament. Daar staat, Malachi 4 en vers 5, en zie, ik zend tot u de profeet Elia. Voordat de dag des Heren komt, de grote en onzagwekkende dag, hij zal de hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban slaan. Ja? Laatste hoofdstuk. Is niet interessant dat God zegt, hij weet dat daar families gaan uit elkaar zijn. Er gaan ruzies zijn. Ja, staat er iets anders? Nee, in mijn Bijbel komt hier niet van. Dat is geen vier. Nee, maar dit is laat maar vers. Ja, dit is in de herziene vertaling heb hij het weer een 4 gezet. Zoals de Engelse. Maar goed. Daarom. Oké, heb je de eind van. Ja, de laatste 2 versen. Dus God zegt, hij gaat in de geest van Elia, ga hij komen. Nou, ik geloof zelfs dat Elia zelf nog gaat komen weer in die eindtijd, maar dat is een hele andere verhaal. Ja? Want Elia is nooit gestorven. Ja? En er is nog één die nooit gestorven is. Heen nog. Hè? Maar goed, dit is een helemaal ander verhaal. Dat is als je openbaring gaat bestuderen. Dat is niet belangrijk dat je dat gelooft. Maar in de geest van Elia, net zoals Johannes kwam in de geest van Elia en de weg voorbereid op de eerste komst van de Heere. Zo gaat de Heere ook in de geest van Elia komt hij en gaat de mensen voorbereiden en gaat de harten van de vaders weer tot de kinderen maken. Weet je wat dat van spreekt? Herstel van families. Ik heb heel lang in de gevangenis gewerkt. En momenteel, wegen mijn eigen soniteit, bedoel ik het niet, maar ik hoop om het weer te doen. Op vrijdagmiddag. En weet je wat ik dan daar doe? Iemand vertelde dat een voorganger, dat hij heeft gezegd, op mijn moederdag, kom jongens,
en de gevangenis, laten we iets gaan maken voor onze moeders. Nou, heel veel van die gevangenen waren enthousiast over. Gingen werken met houtsneewerk en weet je wat. En gingen een cadeau maken voor hun moeders. Nou, en ja, dit was zo'n succes. Vaderdag komt eraan. Laten we het voor de vaders ook gaan doen. En er kwam bijna niemand. Ja, want de vaders waren altijd druk, hè. Die waren er niet. Die waren er niet voor de kinderen. Ook een geslacht waar wij leven van de afwezige vader. Weet je wat je kinderen van je wil, voor jullie die vaders zijn? Weet je wat hij van je wil? Hij wil niet meer zakgeld, al zegt hij dat ook. Hij wil tijd. Hij wil tijd van je hebben. Hij wil dat hij met je kan praten. Hij wil van je leren. Hij wil door je bemoedigd worden. Maar nou zegt de Heer, en daarvoor gebruikt hij ook zijn gemeente. Hij zal komen, hij zal die harten, hij zal families weer herstellen. Ik heb dat vorige keer bij ons iemand in de gemeente die tot geloof is gekomen. En dat is zo'n geweldige getuigenis afgelopen zondag ook gaf. Die vertellen van in ons 24 uur gebed hebben wij gehad. Gebeden voor haar vader. En haar vader die is een alcoholist. En ze kwam thuis bij haar vader. En ze had nog niet meer lang gepraat. Want haar vader is zo'n beetje gekeken wat in hun gezin gebeurd was die afgelopen maanden. En haar vader zegt, ik wil zondag met je mee naar de kerk. Ze zegt, ik heb hem nog niet eens gevraagd. En hij is ook alle jaren nog geweigerd. Hij is nu naar afkiek in zo'n kliniek. Hè, zondag, hij mocht 3 uur vrij zijn gekomen, want zijn dochter liet zich dopen. Nou, zo'n heerlijk. Die man kwam en zegt, wil je alsjeblieft voor me bidden? Weet je wel? En ik heb hem 2 keer gezien, dat was al reeds een andere man. Dat is een geweldige strijd die hij natuurlijk heeft, als je met alcohol je ook zo gevangen is geweest, weet je? Maar God wil herstel brengen. God wil herstel brengen. En dit bemoedigt mij. Want ik denk, ja, hij wil de werk van de antichrist en van deze geest van de antichrist, die al die gezagsverhoudings en gezinnen vernietigt, wil God herstellen. En hij doet er wat aan. Hij zegt, hij geeft u een profetie. Hij zegt, voor de dag des Heren komt, ga hij dit doen. Ga hij dit doen. Nou, oké, maar voor onszelf. Hoe werken wij tegen de geest van de antichrist? Hoe gaan wij anders leven dat we juist niet doen wat hij zegt, maar dat Gods wil gebeurt? Nou, dan ga ik terug naar die voorbeeld die ik ook vorige keer had gebruikt. Van Jonathan en Saul, die in de tijd waar de onbesnedenen over Israël heersen, de Filistijnen, die daar zaten en toen in 1 Samuel hoofdstuk 14, dus jullie gaan met mij daar naartoe. In Samuel hoofdstuk 14. En daar hebben we gelezen. Wij vorige keer hebben wij vers 1 en 2 gelezen. Dat Jonathan met zijn wapendrager. Ik ben niet bij hoofdstuk 14. Dat hij met zijn wapen eraan zei, kom laten we naar de wachtpost der Filistijnen oversteken die ze aan de overkant bevindt. Maar hij vertelde het niet aan zijn vader. Saul nu verbleef aan de rand van Gebea onder de granaatappelboom die in Michron was. En het volk dat bij hem was bestond in ongeveer 600 man. En toen heb ik gezegd, ja, Saul met lekkere grote groep daar onder die boom. En daar kan ze lekker lofprijs houden en mooie studies houden. Maar er gebeurt verder niks. En weet je, dat is onze consumptiemaatschappij, voor mij ook een natuurlijk willen we wel een kerk hebben, maar als het maar om mij gaat. Als maar mijn noden, mijn zielennood, als die maar bevredigd wordt. Weet je, en dat is precies wat de geest van de antichrist is. Het gaat alleen om jou. Alleen om ik op de troon. En als de oudsten of als de dominee of als ze niet meer doen wat ik wil, dan ben ik ontevreden. En dan zoek ik naar een andere gemeente waar die naar mij past. Zijn de dagen zal komen dat ze zoeken de predikers om hun oren te strelen. Maar Jonathan die heeft een heel andere houding. Jonathan die zegt, kom, laten we oversteken naar de Filistijnen. He, naar die wachtpost. Laten we dat doen. En hij zegt het aan zijn wapendrager, dat vind ik al het beginsel. Niet eigen ik, maar laten we gelijk een team werken, afhankelijk met elkaar. En hij gaat stappen zetten. Hij gaat stappen zetten. Nou, wat is dat al onmiddellijk werken tegen de hart van hoe de geest van de antichrist werkt? De geest van de antichrist is, maak je verstand leeg en word helemaal passief. En hij zegt, nee, actief.
Ik ga God actief volgen. Je ziet, je denkt, ja, maar wat moet ik doen? Heer, moeten we naar die kant op? Of moeten we naar die kant op? Ik zeg wel eens, als je in een auto zit en je kan zeggen, hier, dan moet ik die kant op rijden of die kant. Dan zeg je, nou, zolang je op één plek staat, dan mag ik even wel een kantje opkijken, want je komt toch nergens. Maar je moet de auto inderdaad zetten en zegt, oké, heren, zoals het ons lijkt, die kant op. Pardon. En dan kan de Heer zeggen, als net of kan de Heer zeggen, rechtsaf. En die hoeft maar twee keer te zeggen, rechtsaf, je bent al helemaal in een andere richting weer. Maar hij kan ons leiden als wij actief geloven. Heer, ik geloof, u gaat mij leiden. Dus wij moeten actief zijn. Wij moeten zeggen, Heer, wat wil u dat wij doen? En dan niet, dan gaat het niet actief van, laten we maar gewoon zoveel mogelijk acties hebben. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel dat mensen God gaan zoeken en dan beslissingen nemen. Gaan wij dit doen? In alles wat ik doe. Nou, waarom deed Jonathan dit? Want dit is heel belangrijk. Ik denk dat gaat een heel groot deel ook uitleggen van waarom wij vaak dingen niet doen. Maar waarom deed hij het wel? Waarom? Nou, ik geloof de eerste ding is dat hij niet tevreden was met de status quo. Dat hij niet geloofde dat hoe de situatie was, is hoe God het wil. Kijk, in vers 6 zegt hij, Jonathan nu zeide tegen zijn knecht die de wapens sloeg, kom, laten oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedene. Misschien zal de Heere voor ons werken, want voor de Heere is het niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. Oké. Hij geloofde dat God, die situatie in het land Israël, was niet hoe God dit wil hebben. Dat is mijn vraag. Geloof jij dat de situatie in Nederland, of de situatie in Friese Veen, als ik het nog dichterbij breng, is zoals God die wil hebben? Dat wil ik je vragen. Geloof je, mag ik het nog dichter bij huis brengen? Geloof je dat de situatie in je eigen familie is zoals God die wil hebben? Misschien wel, misschien niet. In je eigen leven, helemaal dichtbij. De ding is, Jonathan, en hoe weet ik dat? Hoe weet ik dat? Want hij zegt, laten we overgaan naar deze wachtpost der onbesnedenen. Hij zegt, deze mensen hebben geen verbond met God en zij heersen over ons. Dit is niet wat God wil. Dus wij weten, als wij hier gaan stappen zetten, God is aan ons kant. Of veel eerder, wij gaan aansluiten bij wat God wil doen tegen deze situatie. En wij geloven dat hij dit kan doen, want groter is hij die in ons is dan hij die in de wereld is. Groter, veel groter. Oké, nou, jij moet moed hebben. Jij moet moed hebben om stappen te zetten in onze wereld. Jij moet moed hebben om in jouw familie misschien te praten. Jij moet moed hebben om op je werk te getuigen. Je moet moed hebben om in de straat. Soms stellen ze zich, jongens, nee, wacht. Ik vind jullie een geweldige straat. Ik vind jullie geweldig, jongens. Maar hier denk ik even anders over. Mijn papa die heeft altijd van mij gezegd. Hij zegt, Eddie heeft meer moed als verstand. Nou weet ik niet of dat een compliment was. Maar dat zei hij wel. Weet je. Maar soms is dat gewoon. Kom, we gaan wat doen. Want ik wil God gaan vertrouwen. En wij doen wel vaak dingen omdat wij geen moed hebben. Ja? Dan gaan we gewoon bij de pakken blijven neerzetten en dingen gewoon zo laten. Dan dat misschien wel de grootste wat jij moet hebben. Weet je, het moet je wat uitmaken. Waarom zou Jonathan dit doen als hij niet gedacht heeft, heren, dit kan toch niet. Dit kan niet dat de onbesnedenen heersen over uw volk. Als zij de wetten in dit land gaan schrijven, betekent ze gaan wetten maken voor onze scholen die helemaal ongoddelijk gaan zijn. Zij gaan weg openmaken voor onreinheden en afgoderijen. Ik weet niet al, die mensen die hunzelf gaan vernietigen, want zij zien het niet. Zij hebben geen inzicht erin, maar wij hebben het wel. Het moet je wat uitmaken. Mensen, weet je moet erbarmen hebben. Weet je, toen ik in Zuid-Afrika was en ik worstelde met de vraag of ik voor de Heer zou gaan werken. Ik weet nog in die tijd dat ik zo worstelde.
Toen ik zo was, ik had zelfs voor de eerste keer in mijn leven had ik een lange vaste gedaan. Ik was nog aan het werken, maar ik was maar die zendingsschool waar ik interesse had, die ging vasten voor 10 dagen, maar na 5 dagen had ik het afgebroken. Toen zeg ik, nee, dit is niet voor mij, weet je wel. En die avond ging ik met mijn auto, met mijn zusje en nog iemand gingen we naar, dat was in Zuid-Afrika in die tijd, zo'n autobioscopen. Dan kon je in de auto zitten, dan krijg je een luidsprekertje en dan kijk je een film. Ja? En ik zat daar met mijn gedachten wel in bij. En ik keek om me heen en ik voelde of God tegen mij zei. Eddie, als ik vanavond zou terugkomen, hoeveel van deze mensen hier rondom jou, en misschien stonden 200, 300 auto's, hoeveel van hun, denk jij, zijn gered? En ik was zo met de Heer zo stil bezig en ik zei, Heer, ik denk niet veel. En hij zei niet veel. En in de pauze ging ik naar de cafeteria. En toen ik er binnen liep, stonden ongeveer 20 jonge lui. En die waren wat dronken, weet je waar. En die stonden te knoetsen, zegt ze dan in Duits. En ik had ook half bedwelmd. Toen ik binnen stapte, voel ik of de Heer op mijn hart zeide, Eddie, als ik nu terugkom, is niet één van deze jonge lui gered. En ik draaide op de plek om en ik ging naar buiten. Ik zeg, Heere, hoe kan dat? Waarom niet? En hij zei, omdat er zo weinig zijn die bereid zijn te gaan. En hen te gaan vertellen. Want hoe kunnen zij geloven zonder een prediker? Hoe kan iemand preken zonder gezonder te zijn? Weet je, toen heb ik gezegd, Heere, ik zal gaan. Die zondag predikte de dominee bij mijn ouders, een gereformeerde predikant, preekte ook over de 2 zonen die op het land zou gaan werken. En de een zei tegen de vader, ja, ik doe het, maar hij ging niet. En de tweede zei, nee, ik ga niet, maar hij ging toch. Hij zei, welke van deze zonen is gerechtvaardigd? Hij zegt, nou, die het gedaan heeft. En ik voel of God me zegt, hoe ben jij, Eddie? En toen heb ik gezegd, Heere, ik wil niet één zijn die zegt, ik ga, dan ga ik niet. Maar hoe ben jij? Hoe ben jij? Hoe is jouw reactie naar God? Maakt het jou wat uit dat de mensen rondom je heen verloren gaan? Dat ze misschien volgende week iemand sterft en gewoon voor eeuwig verloren is. Gewoon voor eeuwig. En jij hebt misschien een kans gehad om te zeggen, mens, denk toch na. Over de God die hemel en aarde geschapen heeft. Hij weet wat je nodig heeft. Denk toch daar een kans te geven. Ga overleg toch over Jezus. Weet je, op zondag kwam iemand bij ons in de gemeente. En wij zijn God zo dankbaar dat God momenteel zulke dingen doet. Een man en een vrouw. Nou, die man die keek een beetje. En het bleek naar achteren dat die vrouw had hem gewoon meegesleept. Hij wou eigenlijk helemaal niet. Maar zij is 2 weken geleden tot geloof gekomen. Ik weet niet wat er gebeurd is. Zij was gisteravond al op een huiskring. En zij vertelde, ze zegt, als iemand mij 2 weken geleden had gezegd, jij gaat naar een huiskring van de kerk, dan heb ik mij voor gek verklaard. Maar ik had gelezen, ergens op internet, dat je moet Jezus vragen. Je moet Jezus een kans geven in je leven. En dat je moet vragen. En ik heb dat gedaan. Ik heb gezegd, nou Jezus, als het u werkt, ik heb het gedaan. En toen ben ik gaan kijken, gaan zoeken naar een gemeente. En toen las ik over jullie gemeente. En zondag was zij er. En ze reageerde naar de dienst, naar het man ook. En ik stelde hem gelijk. Jongen, je hoeft niet te onderstekenen. Hè? De deur staat open om te komen en te gaan. En hij zegt, ja, gelukkig. Zij sleep hem mee. Was 2 weken tot geloof gekomen. En de Heer heeft het gedaan. Weet je? De Heer heeft het gedaan. Maar toen zei zij. En kijk, ik wil niet negatief zijn naar enige kerk. Maar toen zei ze, weet je. En ik weet niet eens van welke kerk komt, maar weet ik niet. Ze zegt, maar weet je, ik ben geboren en dan kom ik uit de andere kerk. Ze heeft niet gezegd welke. Ze zegt, maar daar is mij nooit verteld dat ik Jezus kan aannemen, kan ontvangen als mijn persoonlijke redder en zaligmaker. Is mij nooit verteld. Weet je, mensen gaan verloren. Mensen gaan verloren. En wat ik nou zo zie, weet je, als het ons wat gaat uitmaken, kan je zien hoe dat die wetteloosheid, waardoor de wereld verkild wordt, tegenwerkt. Want als wij mensen gaan liefhebben met Gods liefde, waarvan hij zegt, laat de liefde toenemen, de broederliefde onder elkaar. Maar ook de liefde jegens alle mensen. Dat we mensen liefhebben met agape liefde, voor onvoorwaardelijke liefde Gods.
dat ik hem liever zoals die is. Weet, dan, kan je zien dat dat helemaal de tegenovergestelde uitwerkt als de geest van de antichrist. Dan wordt het niet koud, dan wordt het warm, dan vindt men het thuiste. Dan vindt men vriendschap, dat is geen eenzaamheid, want dat is een plaats in de gemeente. En de gemeente niet alleen denkt over zichzelf, maar die beseft, wij zijn de enigste organisatie in de wereld die bestaat voor haar niet-leden. Dan gaat het niet om mijzelf, om ikke. Dan gaat het dan om mijzelf alleen in de opzicht, Heere, wil u mij toerusten, opdat ik kan dienstbaar zijn in uw koninkrijk. En dit is wat Jonathan hier doet. Weet je, Jonathan had niet een grote geloof. Hij zei alleen, weet je, God kan even goed werken. God is bij machten, even goed door weinig of door velen. Weet je wat hij had? Hij had gewoon geloof in een grote God. Wij denken vaak veel te klein over God. Wat als je nou als God gaat vertrouwen voor meer? Wat als je nou gaat zeggen, Heere, ik wil gaan bidden voor mijn familie. Ik wil gaan bidden voor mijn vriendenkring. Ik wil gaan bidden voor mijn collega's. Maar weet je wat, Heere? Ik ga beginnen bij de een die ik denk die is het moeilijkste. Die komt nooit tot bekering. Voor hem ga ik beginnen. Want God is groter dan jij of ik kan denken. Een grote God. En zijn wapendrager zegt tegen hem. Hij zegt, doe alles wat in uw hart is. Ga uw gang. Zie, ik volg u naar wat uw hart ingeeft. Mensen, wat wij nodig hebben, is om met elkaar God te dienen. Vanuit onze harten. Om daar te gaan luisteren. Niet naar onze methodes. Niet in onze verstand. En niet zeggen we, maar naar je hart. Naar je hart, daar waar Gods geest tot je wil spreken. Ga luisteren naar hem. Want daar komt de praktijk van zijn heerschappij in je leven. Als je daarna gaat luisteren. Luister naar je hart. En weet je wat Jonathan dan zegt? Want het was niet alsof Jonathan precies wist wat hij moest doen. Hij wist het niet. Hij zei aan zijn wapendrager. Hij zegt, kom, wij vertonen ons aan hun. En als zij zegt, kom hier naar ons. Dan geloven we, God heeft het onder zijn hand gegeven. Als zij zeggen, blijf waar je bent. Wij komen naar jou. Dan geloven we, het is niet de tijd. Kan je zien hoe hij corrigeerbaar is? Hoe hij zegt, Heere, leid mij. Ik wil niet eigenwijs zijn en ik weet hoe het moet. Nee, Heere, maar ik zet stappen en dan, Heere, leid mij, corrigeer mij. Ik vind het zo'n geweldig gebeurtenis hier. Ik ben zo blij dat Samuel of dit in de Bijbel heeft geschreven. Dat de Heer ervoor heeft gezorgd. Wat een geweldige manier om de Heer te dienen. Corrigeerbaar. En dan vertonen ze ons. Nou, de Heer zegt toch ook, jij zet het licht naar de wereld. En een licht zet je niet. Een lamp, die zet je niet onder de tafel, maar bovenop de tafel. Heb je er al aan gedacht om je tafel te gebruiken? Thuis, om mensen uit te nodigen. Voor eten. Misschien nodigt niemand eruit. Wil je graag beter leren kennen. En niet gelijk vol teksten met het evangelie, maar gewoon echt de diening. Ik wil eens horen wie je bent. Ik wil eens horen, ik wil jou leren kennen. En als ze dan vragen, ga ik antwoorden. Maar ga er natuurlijk voor bidden. Dus ik ga mij niet verstoppen. Ik zet mijn lamp of mijn huis op beschikbaar staan voor huiskringen. Ik zeg, iedereen mag die lamp zien. En dan zegt hij, in de gemeente, gij zit als een stad. He, die is boven op een berg. Dat is de gemeente, als een stad. En iedereen kan hem zien. Dat wil God in heel Europa. In meer dan 250.000 steden en dorpen. Dat er overal gemeenten mag zijn die als een licht zijn. Waar mensen naartoe kunnen. Hier, deze vrouw. God zij dank dat ze ons hebt gevonden. Wij hebben er niets aan gedaan. Wij verdienden geen eer voor. Maar wij verstoppen ons niet. Wij willen aan de stad. Wij willen iedereen zeggen. Hier zijn we. Hier zijn we. Wij willen je helpen. Om voor Gods plan in je leven. En weet je wat gebeurt met Jonathan en zijn wapendrager? Die Filistijnen. Die zeiden. Kom op hierheen. Weet je wat gebeurt wanneer die God zo gaat volgen? Jij ontdekt dat hij goede werken heeft. Die hij van tevoren heeft voorbereid. Dat ontdek je. En je zou ze nooit hebben ontdekt als je gewoon gezellig onder de boom blijft zitten koffie drinken. Ja, misschien ben je gered. Misschien is Saul en die hele groep daar. Dat zijn kinderen van God, daar gaat het niet om. Maar man, oh man, hoeveel werken, hoeveel mensen had door hun leven heen gered kunnen worden? Hoeveel? Wie voelt er nog wat? Wie maakt het nog wat uit?
Wie gaat Jezus naar de mensen kijken dat zijn hart met ontferming over hem bewogen? Want ze zijn als schapen zonder een herder. People need the Lord, zegt een prachtig mooi lied. Mensen hebben de Heer nodig. En dan wat er nog gebeurt in dat verhaal, ik hou het kort, want ons tijd is al voorbij. Dan staat er, Jonathan, hij ging handen, vier voet, hè, op zijn handen en voeten naar boven. Het is harde werk om de Heer te dienen. Het is niet een leuke avontuur, ga dit voor de Heer doen. Frans en ik naar Indië waren er net, hè. Die open deur die we kregen. Van deur tot deur gereisd, ik denk, hoeveel uur was het? 34 uur? Frans, zoiets? Van deur tot deur gereisd. En daarvan was vijf of zes uur was horror op de wegen in Indië, geloof mij. Alle geloof die je niet wist dat je moest hebben. maar dat is een ander verhaal. Weet je, we hebben daar gepreekt. We hebben 17 keer samen gepreekt in 5 dagen. En we zijn weer terug. Ik denk, we hadden 1 blok van 2 uur, eens middag hadden we vrij. Het is harde werk. Maar over het is ons hart en dankbaar. Oh, wat zaten we daar. Hoe vaak hebben we aan elkaar gezegd. Hier hebben we van gedroomd. Hier hebben we van gedroomd. Toen wij jaren geleden hebben gezegd. Heer, wij willen u dienen. Wij willen u volgen. Honger mensen. Zaten 46 voorgangers op de grond. Zaten ze er. Innemen. Willen meer hebben. Honger naar het woord van God. Ik ben bereid te lijden voor het evangelie. Wat hebben wij ervoor over? Hier staat, het resultaat was 20 man. Nou, dat is niet zoveel. Gelukkig dat Adam stond en denk aan het begin, hij vertelde zijn vader niet. Hij wou niet dat zijn vader had al bij een vorige jaar een groot dingen gaan aankondigen en daarvan alleen problemen veroorzaakt. Gewoon in stilte werken. En God gaf 20 man. En, staat hier, en dat vind ik zo mooi. Dat staat hier mooi. Deze eerste slag, vers 14, van Jonathan en zijn wapendrager. Van ongeveer 20 man doden vond plaats op een stuk land dat men een halve dag kan ploegen. En er ontstond een schrik in het legerkamp, onder de veld en onder het hele volk. De wachtpost en de plunderaars beefden zelf ook. Ja, het land sidderde, want het was een schrik van God. Het land beven. Dus 20 man en God stuurde een aardbeving. Dus daar bid ik om. Ik zeg, Heer, overal waar we gaan, geef ons 20 mensen. Geef ons 20 man. En Heer stuurt een aardbeving. Geestelijk dan, hè? Geestelijke aardbeving. Breng een aardverschuiving waar men van zich. Wat is hier gebeurd? Wat heeft God gedaan in onze stad? Wat heeft God gedaan in onze dorp? Mag het nooit weer dezelfde zijn? Want de koninkrijk van God komt en breekt in deze wereld en vernietigt de werk van de boze. Omdat er misschien 1 of 2 mensen overal zijn. Die geloof hadden in een grote God. Die wist dat hij die in ons is, is groter dan de geest van de antichrist. Niets kan hem tegenhouden. Ik wil gaan afsluiten. Ga alsjeblieft met mij mee naar Openbaringen 12. Openbaringen 12. En ik lees vanaf vers 7. We hebben deze dagen gesproken over geestelijke strijd. En hier staat, toen brak er oorlog uit in de hemelen. En ik hoop, broeder en zuster, vrienden, ik hoop dat dit heeft ietsje geholpen. Dat wij beseffen, het gaat om de zielen van mensen. Weet je, onze kinderen. De duivel wil jouw kinderen vernietigen. Hij wil dat ze aan de drugs gaan. Hij wil dat ze een totale doel in het leven hebben. Hij wil dat ze niets met God te maken willen hebben. De duivel wil, hij komt alleen om te plunderen, om te stelen, om te verdelgen, om te doden. En alles af te pakken wat God voor ons bedoeld heeft. Dus het is oorlog. Het is oorlog. Maar dan staat hier, Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen. Namelijk de oude slang, de duivel en de Satan. En hier gaat het dus over het toekomstige val van de duivel.
Hij was reeds de oude slang, hè, dat hij uit de hemel geworpen is. Maar ik geloof, het gaat hier om het moment dat hij uit de geestelijke wereld geworpen wordt. En waar hij de antichrist gaat. In de antichrist gaat. Ja? Maar kijk je de geestelijke strijd waar we midden in zijn. En kijk hoe groot zijn macht was. Hier staat, namelijk de oude slang, de duivel en de Satan genoemd wordt. Die de hele wereld misleidt. Moet je dat voorstellen? Zo groot zijn invloed. Maar groter is hij die in ons is dan hij die in de wereld is. Want, laten we verder lezen. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werd met hem neergeworpen. Dus dan kan hij niet meer gaan waar hij is. Dan zijn beperkt tot die man die hem in zich heeft ruimte gegeven. En dan staat daar. En nu hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God. En de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen. Wie? Wie zijn dat die zij? Wie zijn dat? De broeders. Hij klaagde de broeders aan, maar zij... Broeders, wij zijn dat. De gelovigen die in Jezus zijn. Die zijn gemeente zijn. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Omdat het bloed van het lam reinigt ons van alle zonden. Dat neemt al zijn recht weg. De duivel heeft geen recht op jou of mij. Hij heeft geen recht op onze kinderen. Wij hebben gezegd, de bloed van het lam heeft betaald voor alle zonden. Op die grond kan ik pleiten, kan ik bidden. Op de bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. Zie, dat is mensen die niet schamen. Mensen die spreken. Die niet schamen voor wat ze geloven. Die vertellen, weet je, ik wil je vertellen wat de Heiland voor mij heeft gedaan. Door het woord van hun getuigenis. En ze hebben leven niet lief gehad tot in de dood. Onze toewijding. Nou, dat woord leven hier is ook je ziel. Wat ik wil, wat ik voel, wat ik denk. En dat geef ik ook. Het is niet alleen, het is niet direct, moet je zeggen. Oké, dus we moeten alle martelaren worden. Alhoewel dat ook kan gebeuren. Hè? Maar dat ik niet wat ik wil. Ik sterf aan wat ik wil. Ik sterf aan wat ik voel. Ik sterf aan wat ik denk. En ik zeg, Heer, wat wil u? Hoe denkt u hierover? Hoe voel u hierover? Dus je ziet, de overwinning over de duivel begint met de naam van Jezus. De bloed van het lam, de bloed van het lam die ons vrijmaakt en de naam van Jezus op onze lippen. Maar het wordt compleet en voltooid en geheel doorgebroken door de karakter van Jezus in ons leven. Doordat mijn ziel gered is, mijn ziel vernieuwd. Ik ga denken meer zoals Hij. Ik kies voor wat Hij wil en ik ga beginnen te voelen wat Hij voelt. Er is geen einde aan Jezus' macht. Ik vind het zo prachtig, de liederen die we hebben gezongen. Mensen, ze zijn zo reëel. Rijd als heerser over de velden. Kom, Heer Jezus, in uw macht. Heel de aard zal leven. Wij dienen een geweldige koning. En mensen, als wij kijken naar het werk van de boze, dan is het niet om hem groot te maken. Het is gewoon dat wij, Paulus zegt, zijn daden zijn ons niet onbekend. Maar zijn einde is opgeschreven. Het staat vast. Hier staat, hij wordt op de aarde neergeworpen. En hij is kwaad. Hij wetende dat hij weinig tijd heeft. Hij komt in tijdnood voor wat hij wil doen. God niet. God weet wat hij doet. God heeft dat al voor eeuwen her gepland. Gepland. Niet gepland, gepland. Hij heeft alles in zijn hand. Hij heeft alles in zijn hand. De vraag is, gaan wij ons laten inspireren door zijn geest? Gaan wij ons vervullen door zijn geest? Gaan we zeggen, Heere, hier ben ik. Hier is mijn leven. Hier is mijn leven. Ik wil kiezen voor de waarheid. Ik wil de waarheid lief hebben. Ik wil niet passief blijven zitten. Ik wil op mijn gebied. Iedereen van ons heeft een andere rol. Maar ik wil actief zijn. Ik wil geloof hebben in de grote God. Want ik weet, dit is niet hoe u het wil laten blijven. U wil hier verandering in brengen. Wil jij God gaan vertrouwen. En wil je voor jezelf
en samen ga vinden de goede werken die Hij van tevoren heeft voorbereid, opdat jij erin mag wandelen. En dan zal het zijn als Israël die niet in Babylon blijft. Als Israël die als Elia zich niet onderwerpt aan de geest van Isabel. En we zal zijn als de glorieuze volk van God. Ik weet dat God er een plaats voor jou heeft. Hij heeft het reeds voorbereid. Laten we samen bidden. Heer Jezus, dank u dat u ons ook wil vrijmaken van een valse nederigheid waar wij denken, nou ja goed, ja, ik wil niet te veel denken van dit, maar Heer, maar waar we eigenlijk, het gaat niet om onszelf, maar we eigenlijk klein denken van u. Heer, en ik bid u voor uw kinderen hier. Ik bid u voor uw kinderen die luisteren misschien via de video of hoe dan ook hier, of via de cd. Ik wil bidden voor hun, Heer. Ik wil bidden dat hun harten door uw geest gegrepen zal worden. Heer, vervuld zal worden met de verlangen om te zien dat uw koninkrijk komt. Om te zien dat de werken van de boze vernietigd gaan worden. Heer, uw woord hebben we gelezen op de andere avonden. U blijft in de hemelen totdat uw vijanden gemaakt wordt tot een voetbank voor uw voeten. En Heer, ik loof u en prijs u dat die dag komt. En misschien wel spoedig dichtbij is. Maar dat betekent ook, Heer, dat u mensen wil redden en het oost wil binnenhalen. En ik bid u, Heer, dat als u terugkomt, dat u in Vriezenveen geloof zal vinden. In Jezus' naam. Amen.